16 lintjes bij de lintjesregen in Eindhoven. Ook nog eens 5 lintjes bij die in Gelderop-Mierlo. En een zonovergoten koningsspelen op sportcomplex Eindhoven-Noord. Lintjesregen 2015. Zoals elk jaar werden ook in Eindhoven mensen verrast met een koninklijke onderscheiding. Traditie, zo vlak voor Koningsdag. Dat Eindhoven nog wel een hele bijzondere stad is. Omdat we zo ontzettend veel vrijwilligers hebben. We hebben de hoogste vrijwilligersdichtheid van heel Nederland. De 15 mensen die een lintje zouden krijgen kwamen vanmorgen nieuwsgierig de raadzaal binnen. Ineens stonden ze in het middelpunt van de belangstelling. Maar dat mocht. Ze zetten zich al jaren in voor de gemeenschap. Goed, hè? En verdien. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Was er voorspeld wat er zit? Oh, kan je. Mooi, ja. Zo, maar zal het sowieso wel. Daar kreeg ik toch nog even moeilijk mee. Hé? Maar die kant in deze dan. Verstaan. Dat is. Pak niet uit. Ik heb me een gaatje gedaan. Gefeliciteerd. Er waren nuchtere reacties. En in sommige gevallen werd geëmotioneerd gereageerd. Maar verrast zijn ze allemaal. En ook zijn ze allemaal blij met deze erkenning. Nee, ik had het niet verwacht dat dat vandaag zou gebeuren, nee. Misschien wel eens ooit, maar nu vandaag had ik het niet verwacht, nee. Ja, ik zeg nu gewoon wat ik vind dat er moet gebeuren, zeg maar. Dus ja, iedereen doet zijn best, denk ik dan, hè. Ja. Maar u voelt zich wel een beetje vereerd, neem ik aan. Ja, ik voel me heel vereerd. Ik denk, jeetje, ja, ik? Een lintje? Ja, dus ik vind het wel heel bijzonder. Toen vanmorgen thuis het ontbijt begon en wat zaken meer, toen zei ze, weet je wat er gaat gebeuren? Toen dacht ik, nou, ik zei, ja, het is de 24e vandaag. Zeg, en er gaan lintjes uitgedeeld worden. Dus, zeg, is het zo? Ja, doe je goede pak dadelijk maar aan. Ze hebben het Wilhelmus gespeeld voor mijn broer. Heeft uw broer het lintje verdiend? Zo hard. Het is een zo'n goede man voor de vereniging, voor thuis. En voor mij is hij van onschatbare waarde. Want hij heeft, sinds mijn man er niet meer is, heeft hij alle zorg overgenomen. En hij zo bezorgd, mijn broertje. Er waren 13 mensen die werden onderscheiden met lid in de Orde van Oranje-Nassau. 2 mensen werden geridderd.